dan over de op te leggen straf en maatregel ten aanzien van de twee levensdelicten. In het requisitorium in eerste aanleg is uitgebreid gemotiveerd waarom de maatregel van ter beschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswegen noodzakelijk was. En nu de discussie niet lijkt te gaan over de noodzakelijkheid van die maatregel, volstaan wij op dit punt met verwijzing naar het eerder gehouden requisitoir. We menen verder dat nu de conclusie van het Openbaar Ministerie is dat verdachte niet geheel ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht, dat er reden is om naast de TBS ook een gevangenisstraf op te leggen. En ook in dat verband citeren wij uit het requisitoir in eerste aanleg. De feiten zijn zo ernstig dat het uitgangspunt een langdurige, onvoorwaardelijke gevangenisstraf is. De gruwelijke manier waarop de twee slachtoffers om het leven zijn gebracht, werkt daarbij strafverhogend. Ditzelfde geldt voor de enorme impact van de feiten op de nabestaanden. Daar komt bij de schok dat Lois door haar eigen broer is gedood. En de brede maatschappelijke schok die door het doden van mevrouw Borst als oud-minister teweeg is gebracht. En dit alles dient tot uiting te komen in de hoogte van de straf. Aan de andere kant moet ook rekening worden gehouden met het feit dat verdachte leidt aan een ernstige psychiatrische stoornis. We zullen in de strafeis zwaar mee laten wegen dat verdachte bij het plegen van beide feiten in zeer beperkte mate zijn wil kon bepalen door zijn stoornis. Als hij volledig ontoerekeningsvatbaar zou zijn, zou helemaal geen gevangenisstraf opgelegd kunnen worden. Dat kan nu wel, omdat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht. Maar waar anders voor zulke ernstige feiten een zeer lange gevangenisstraf aan de orde zou zijn, is vanwege de ernstige psychische stoornis van verdachten nu een lagere straf passend. En hierbij speelt ook mee dat naast de gevangenisstraf TBS met dwangverpleging wordt geëist. Hij zal naar verwachting in de toekomst een langdurige gedwongen behandeling moeten ondergaan. Einde citaat. Wij onderschrijven deze conclusies en dit alles leidt ertoe dat wij naast de maatregel van ter beschikkingstelling een onvoorwaardelijke gevangenisstraf eisen voor de duur van 8 jaren.